Yo, you know what? Come on. Yo. I might not always say the right thing, but I say what the fuck I feel on the real. Fucking van mijn haar. Wat de fuck is mis met jou? Zit die goed? Jongens, ja. Goed, van mijn haar. Stil. Terug. Blijf van mijn haar. Hallo, dat is verkeerd. Wacht, blijf godver van mijn haar af. Wat de... Jongen. Sfeer je man. Wat wat heb je gedaan, man? Ik heb een suikerspin op mijn hoofd. Yo, what's up, party people? Het is vandaag vrijdag, dus morgen is het weer lekker weekend. Nou ja, we hebben vakantie, dus bij mij is het toch lekker weekend eigenlijk. We gaan vandaag, heb ik weer, jongen, we gaan educatief met moeder van de buurt. We hebben verhaal Tieteman, dus Tieteman, dat wordt een verhaal. En we gaan nog even wat shout-outs geven. Maar ik ga ook foamslijm maken. Dus, maar serieus, die educatieve moeder van de buurt, watch out. Ik ga de lijm in doen. Zo, de pleur ik er even in. Ik heb het weer, hè? Die hufters van de Action hebben weer rekening met me gehouden. Ik heb eindelijk weer de goede lijm. En mijn lentevloeistof was op, dus ik ga er een wasmiddel in doen van de Aldi. Lidl, trouwens. Ken je wasmiddel? Wat doe jij? Spelen. Dat plakt, hè? Ja. Kijk nou, dat plakt, kijk uit. Oh, scheisse. En dan gooi ik er een beetje wasmiddel in, elke keer er weer een beetje bij. En dan ga ik lekker vertellen. Nou. Die gaan we naar educatief met moeder van de... Buurt. Nou, dat is ook lekker enthousiast. Buurt! Dat was eng. Oké. Okay. Er waren dus twee meiden, twee aparte meiden. Twee. Die hier... Maar jij bijverhaal. Ja. Oh, dit is wel vet. Kijk, dit is... Purple haze. Nee, dit is gewoon... Purple haze. Shut the fuck up, man. Ik heb een filmpje verneuken, jij. Maar goed, er waren dus twee aparte meisjes... Die hadden allebei een berichtje naar mij gestuurd op mijn DM. En toevallig ging het over dezelfde knul. En toevallig herkende ik die naam, want hij heette Bertje. Nou, ik snap eigenlijk dat je het Bertje noemt. Dat is gewoon echt erg. Bertje. Daarbij dus 30. Maar Bertje. Nee, maar daarbij, ook dan, maar daarbij dus 30. En dan roept je vrouw, Bertje, we gaan eten. Oh, Bertje. Oh, Bertje. Nee, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Maar goed, als ik dus Bertje zou eten, zou ik dus blijkbaar ook wel gewoon ongelukkig zijn. Maar goed, dat maakt niet uit. Bertje had ook al onder mijn video gereageerd. Blijkbaar is die gast echt zwaar ongelukkig. Tuurlijk. Maar goed, het boeit me voor de rest niet wat hij zegt. Maar in ieder geval, die meiden die hadden wat acne-pukkels. En Bertje zit zo lachen. Bertje vindt het leuk om daar, als het dan, hij is gewoon 15, hè, maar ik denk gewoon als Bertje zegt aan een kind van 7 of zo. Maar hij gedraagt zich wel als een kind van 7. Ik dacht dat Bertje 30 was. Nee, als Bertje 30 is. Oh, oké, okay, en hij is 15. Wingel was weg. Maar als je, dan ben je 15 en dan heet je Bertje. Kan je dat dan niet gewoon Bert noemen? Ik zou mij gewoon niet durven te vertonen. Ik maar zou waar is Ernie dan? Bertje, ja. Misschien heet je broertje wel zo, Ernie. Oh my god, dat is echt... Nee, maar die gastje was lelijk. Maar goed, Bertje, ja. Die zat die twee meiden dus alsmaar te treiteren. Over hun acne. Over hun acne. Dus ik denk, nou, omdat ik natuurlijk die naam ook al had gezien onder mijn YouTube-kanaal, dacht ik, ga eens even kijken. Nou, echt, die gast die was lelijk. Die was lelijk, dan heet je Bertje. En dan ben je nog lelijk. En dan ben je nog, als je zo lelijk bent, dan moet je gewoon vriendelijk zijn. Maar van Bertje ik zweer het je, als je zo lelijk bent, dan moet je vriendelijk zijn. Maar luister. Maar is Bertje wel aardig tegen jou in je YouTube? Nee, Bertje was helemaal niet aardig tegen mij. Hij school met kaka. There you go, fuck yourself, you little bitch. Little bitch. Maar goed, hun hebben dan misschien wel, ach nee, als ze dan in de puberteit gaan komen, dan gaat dat over. Ja? Maar die rotkop van jou, die blijf je gewoon heel je leven houden, hè? Dus je hebt een rotkop en dan heet je ook nog Bertje. Dat kan gewoon echt niet. Wat? Bij mij is dat wel zo. Ja. Wel? Nee. Wel. Maar goed, ik ga jullie dus even laten zien hoe Bertje eruit ziet. Dit is dus Bertje. Maar hier is het zeg maar in de goede versie. Hij kijkt een beetje boos, maar hij is natuurlijk ongelukkig omdat hij zo'n graftakkenkop heeft. Maar goed, dit is dus Bertje. Zo ziet Bertje er dus uit. Zo. Echt gewoon een platgeslagen druif. Zo, dit is Bertje. Dus Bertje, ik weet niet hoeveel jou je moeder hebt gezopen tijdens de zwangerschap, maar één wetje minder had best wel gekund. Want jongen, man. Ik weet, volgens mij ben je gewoon tijdens de geboorte gewoon drie keer gevallen met je bakkers over de vloer. Zo, toenk. Echt gewoon een platgeslagen druifkop heb je. Ziet er niet uit, man. Je ziet er gewoon niet uit. Dus voor jou heb ik speciaal een plekje vrijgemaakt in vleugel F. Gewoon een plekje in vleugel F. Daar mag je lekker wegrotten. Met die rotkop van je. Ja?
En dan slaan we jij nog een keer 3 keer met je bakkertjes tegen de muur aan. Zo, dus dan moest ik eventjes kwijt. Dat hij lekker de kleren krijgt. Nou, we gaan een verhaal van de Tieteman vertellen. En dit verhaal is next level. Ik ga er een beetje snuifpoeder bij doen. Want ik vind dat het echt... ik vind dat het er vies uitziet gewoon. Het lukt niet helemaal. Ik kreeg het niet voor mekaar. Ik ben mijn swagger kwijt. Maar goed, verhaal Tieteman. Ik loop dus 's morgens vroeg, loop ik achter het parkje zo met mijn dochter. Ik denk dat het 8:30 was of zo. Ja, ik denk 8:30. En we hebben zo'n parkje, daar heb ik al verteld, het parkje. Maar we hebben een hondenuitlaatruim en dat is een vierkantje. En rond dat vierkantje kan je lopen en je kan er ook in lopen. Dus mijn dochter, die zat op de schommel, zeg maar. En ik stond hier zo bij die hond, stond ik die hond uit te laten. En ik roep dus naar mijn dochter. Ik roep, hey Joe, gaan we zo meteen dit of dat doen? Ik weet niet meer wat ik wilde of zo. En zij roept terug. En dus in één keer komt Tieteman weer naar buiten. Ik denk, gaan we weer? Dus zij kijkt dan naar mij. Dus ik kijk dan naar haar. Dus zij zegt, ik kan het wel zachter. Maar ik denk, yeah, fuck it, ik ga gewoon helemaal niet reageren. Ik ga gewoon niet reageren. Dus ik denk, ik reageer gewoon niet. Dus ik begin gewoon door te praten met mijn dochter. En mijn dochter ook tegen mij. En hij doet, hey, ik praat tegen jullie. Maar ik denk, ik doe gewoon net of ik niks hoor. Dus hij was steeds kwaaier. Dus, maar ik stond dus hier bij dat hondenvuiltje. En hij stond aan de andere kant van dat dingetje. En mijn dochter die was ondertussen al naar buiten gekomen. En hij zit weer van alles te lullen tegen mij. En ik zeg, hou je bek tegen hem. Ik zeg alleen maar, hou je bek. Hij zegt, wat zeg je tegen mij? Ik zeg, hou je bek. Dus... ik sta zo, ik moet er even gaan staan. Ik sta dus hier en hij staat dus aan de overkant. En ik doe zo, hij doet gewoon zo, Dus echt jongen, hij werd helemaal gek, hè? Hij werd helemaal gek. Hij gaat en hij gaat rennen. Hij gaat gewoon rennen. Maar hij rent dus naar mij toe, maar ik ren dus de andere kant op. Dus ik ga ook gewoon rennen. Dus hij rent zo rondjes en ik rennen. Nou, scheren, ik kan echt niet rennen. Ik had gewoon pijn in mijn hart, jongen, van te rennen. Weet je, sommige mensen die kunnen rennen, die gaan zo, die veren zo, hè? Nou, als ik dan hoor, echt zo... Ik heb er geen conditie voor. Ik kan 5 uur dansen, maar rennen, dat gaat het niet worden. Maar goed, ik moest dus rennen. En hij rende dus achter mij aan. Maar ik had hem zo stom vond, op een duur leek het dus... Ik was eigenlijk dichter bij hem als hij bij mij was. Dus het leek wel of ik achter hem aan het rennen was. En in plaats van dat hij zich opdraaide... Want ik denk, als hij mij omdraaide, zat er maar zo'n stukje tussen. Ik rende, en mijn dochter stond er maar... Hey. Het leek wel een beetje zo... Ik voelde me echt alsof ik de New Yorkse marathon aan het doen was. Dat je zo, weet je wel, met water en drinken over mijn hoofd. En dat dan ook maar van die vlaggetjes. En dat iedereen stond... Wow. Maar dat was dus niet het geval. Maar ik voelde me helemaal zo. Oké. Ik voelde me helemaal gewoon zo alsof ik in die marathon zat. Ik was helemaal... Maar goed, in ieder geval, na 6 rondjes, echt, ik zweer het je, ik kon niet meer. Ik was kapot, echt waar. In één keer, wat denk je dat Tieteman doet? Boink. Boink. Neer. Hij valt gewoon neer. Dus ik kijk naar mijn dochter. En ik dacht, what the fuck. Dus ik denk, oh nee, ja. Weer ambulance zometeen. Weer politie. En dan heb ik hem weer neergenokt. Dus ik denk, fuck it, we gaan hem gewoon laten liggen. Dus ik en mijn dochter hebben hem gewoon laten liggen. We hebben hem gewoon laten liggen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar we hebben hem gewoon laten liggen. Misschien dat hij er nog wel. Dus ja, dat was echt... Dat sloeg echt nergens op. Maar ik moet wel zeggen, ik had wel mijn workout om 8:30 's morgens. Ik was gewoon de dag daarna was gewoon stijf in mijn enkels. Onvoorstelbaar. Dus ja, dat was het zoveelste verhaal. Zo, goedemorgen. Ik was er terug geslapen. Man. Oh. Ik ben aan het filmen, oké? Oh. Jij staat echt zo. Oh, wil je mijn appels schillen? Nee. Wil je mijn appels schillen? Wil je mijn wassen? Nee. Het gaat wel spoelen. Nee. Ja, ga zelf staan, man. Spoel je eigen appel. Ik ben allergisch voor appels. Mag... En voor de Tieteman. Mag ik zoveel geld overmaken? Ik ben aan het filmen. Van jou? Nee, ik ga niet. Als je iets aan mij vraagt en ik ben bezig, dan zeg ik standaard. Nee. Zet een pauze dan. Snapte jij dan ook niet dan? Ja, maar ik mag ik geld van jouw rekening aan die van mij overmaken? Nee. Wat is mis met jullie? Ik wil van mijn rekening naar mijn rekening overmaken. Van mijn rekening naar mijn rekening. Van mijn rekening. Ik wil wel jullie geld. Van jouw rekening naar mijn rekening. Maar ik wil wel van jullie rekening naar mijn rekening. Nee! Michelle staat er waarschijnlijk toch niet zoveel op. Dus. Maar niet echt. Wel. Ik heb net gewinkeld. Dus. Bij jou staat er dus ook niks meer op. Maar ik moet een nieuwe broek kopen. Maar goed, dat was dus het verhaal Tieteman. En dan gaan we zo meteen even wat shout-outs geven. Maar ik eerst even van dat prutter inpleuren. En dan knee ik... Dat, maar ik ga er ook nog scheerschuim in doen. Die gaan we ook nog doen. En morgen ben ik in Amsterdam. Want mijn dochter heeft een fotoshoot. Ik ben er ook. Ja, jij bent er ook. En we gaan tatoeages laten zetten. Denk ik. Ik heb nog geen geld, dus mama moet... Ik dacht dat jij sowieso die tatoeages ging laten zetten als je mooi vond.
Ja, ik wil even kijken, maar ik denk dat ik het van de maand ga laten doen. Ik ga de tatoeage op mijn wang zetten, zo moeder van de ik ga, oh ja, ik ben vrij volgende week, dus ik kom in Amsterdam. Amsterdam, bitches. Ik heb ook nog een tussenstop in Rotterdam, dus kom maar goed. Zit niet gewoon mee? Nee. 10 uur. 10 uur heb ik het tussenstop in Rotterdam. Ga je ook mee? Jongens, ik ga even wat shout-outs geven. Zo, ik vind het niet echt gelukt. Ik vind het een beetje vies voelen en het plakt. Het is gewoon ranzige shit, dit. Hey jongens, volg even moeder van de buurt. Moeder VD Buurt op Insta. En vind ik altijd gezellig. Ga ik live. Degenen die gisteren hebben gekeken, hebben mijn gangsterkonijnen gezien. Moe. Black Apple. Moe, niet Black Apple. Wel Black Apple. Nee, die was voor mij niet. Bacardi. Ja. Bacardi. En die zwarte was niet Bacardi, toch? Jawel. Oh ja, dan ga ik even... Nee, dat was Moe. Dan ga ik even wat shout-outs geven. Ik ga een shout-out geven naar Mirte Vos. Isis. Ik kan al die naam niet uitspreken. Joestra. Wacht hoor, ik ben er nog niet hoor. Belly. Belly. Shout-out naar jou. Belly? Ja, dat is mijn Belly. Wendy XD231. De kleine YouTubers. Britten Mirte. Dat klinkt leuk. Iris van den Berg. Ook nog eventjes naar dat ene jongetje op YouTube. Naar Nicky van der Laar. Wow, man, ik kan die naam onthouden. Ik weet het joh. En een speciale shout-out naar Beauty S. Omdat hij altijd zulke leuke berichtjes onder mijn video zet. Volgende week krijg ik weer Gangster van de Week. Dus like en deel en weet ik veel wat. Allemaal met een filmpje kan doen. Ja, en peace out, bitches. Prettig weekend. Oh, knak. Hoor je dat, mijn nek? Oeh, voelde best lekker.